A City of Cathay, die koninklijke Song-dynastie in China het geregeer vanaf ongeveer 950 tot 1279 na Christus en is deur koning Taizu gestig aan die einde van die vijf dynastieën en die 10 koninkryke periode. Hulle was die eerste in die wereld om papierbanknote uit te reik en die eerste Chinese regering wat een permanente vloot gehad het, buskruid gebruik het en die gebruik van die kompas gehad het om ware noord te bepaal. Gedurende 1085 tot 1145 na Christus het daar een kunstenaar gelewe met die naam van Zhang Zedong, wat een meesterlijke skilderij gemaakt het, wat onder verskeie name bekend staan, oorspronkelijk waarschijnlijk rivier langs tussen die King Ming feest. Dit verbeeld die dagelijkse leven in die landschap van die hoofdstad, tans genoemd Kaifeng, van daar die tijdperk. Die verschillende tonele wijs die levenswijzes van alle vlakken van die samenleving, van rijk tot arm, as ook verskillende ekonomiese activiteite in die stad en die platteland, en toon ook die kleren, drag en die architectuur. Die skilderij is deur die eeuwe talle kere oorgeskilder, aangepast bij die gebruike van die heersende dynastie en ook ander technieke en details bijgevoeg. Die kunstwerk was baie eeuwe in privaat besit, maar is later terugbezorg aan die owerhede, en word in China en Taiwan beskou as nationale skatte. Die kunstwerk is in die vorm van een rol 25,5 cm hoog en 5,25 meter lang. Dit is die oorspronkelijke een. En word beskou deur het versigtig af te rol, miskien die eerste primitieve rolprent. Die oorspronkelijke bevat 1814 mense, waarvan net 20 vrouwen is, meestal van een lae sociale stand. Bevat 28 bote, 60 dieren, 20 voertuigen, 30 gebouwen, 8 draastoelen en 130 bome. Die kunstwerk toon die lengte van die rivier, soos wat het deur die platlandse area naar die digbewoonde stad vloei. Daar is rustige platlandse tonele, boeren, herders en hulle dieren. Die klein paadjie word uiteindelijk een stadspad wat deur die stadspoort gaan en die linkerhelfte van die skilderij word deur die stadstonele beslaan. Daar is baie ekonomiese activiteite soos vraghantering by die verskeping, winkels, belastinginvordering en allerhande mense, handelaars, vermaaklikheidskunstenaars, acteurs, bedelaars, monniken wat geld vraag, fortuinvertellers, dokters, herbergiers, onderwijzers, meulenaars, metaalwerkers, kruinwerkers, bouwers en hoë ambtenare. Daar stellen vervoermiddelen, soos waans, trekdieren, donkies en muile, draastoelen en koetsen. Die rivier is vol met vissersbote en ferries wat passagiers dra, met mense wat op die bank, wat die groter skepe, sleep met touwen. Net buiten die stadsmure is daar allerhande type bezighede, die verkoop van wijn, graan, tweedehandse ware, kookgerei, pijl en boe, lanterns, muziekinstrumente, goud en zilver, ornamenten, gekleurde materiaal, skilderijen, medicijnen, naalden, as ook restaurante. Verkopers handel al langs die groot brug, genoemd die Reenboogbrug. Die focus van die skilderij is waar die groot brug die rivier kruis. Die brug lewe van die baie mense. Daar is een boot wat die brug nader met die mas wat nog nie laat sak is nie en wat gevaar staan om in die brug vast te ry. En die skaar op die brug skreeuw en wys vir die bemanning. Daar is winkelkies, eetplekkies, tempels, privaathuise en herehuise met deftige voor- en achtertuine. Gedurende die Ming-dynastie van die 14e tot die 17e eeuw is het oorgeskilder deur Qi Jing. Dit het een lengte toe van 6,7 meter en het baie van die tonele oorgeteken in die stijl en die modes en die gewoontes tijdens die Ming-dynastie. Die oorspronkelijke houtbrug is vervang met een klipbrug met een hoër boog, zodat die boot niet meer gevaar loop om daarmee te bots nie. Gedurende die Qing-dynastie het vier kunstenaars dit weer oorgedoen en op 15 januari 1737 aan die koning geskenk.
Dit het uiteindelijk geëindig in die Palace Museum in Taipei en is een van die meest uitstaande van al die herskilderijen. Dit vat baie meer mense, 4000, en dit is ook groter, 35 cm by 11 meter. Die linkerkantse derde is binnen die paleisgronde met deftige en verfijnde mense. Hierdie deel ontbreek in die oorspronkelijke songskilderij. Replicas van hierdie weergawe word in Taipei bemark as a City of Cathay. Brief ontvang van die National Palace Museum op grond van my navraag. March 9, 1994. Mr. KPJ Nel, PO Box 196, HDB Spoor 0216, Republic of South Africa. Dear Mr. Nel, this is a reply to your inquiry concerning the hand scroll painting, A City of Cathay, made in your letter of December 18, 1993. We apologize for this belated answer. However, we will try to clarify your questions as much as possible. The original hand scroll was painted by Chang Tse Tuan, active about 12th century, of the Sung dynasty, and many copies were made in the succeeding dynasties, of which our museum treasures a few. Detailed account of the transmission and its copies is given in Mr. Na Chi Lian's book. Incidentally, the size of the painting is 35.6 cm in height and 1152.8 cm in length. Our museum has not made a video of this celebrated object of art. As to the absence of either fire or smoke from the painting, one's explanation cannot but be a surmise. The painter's predilection or aesthetic sense must have made him choose such way of expression and of affection and love. Perhaps Chinese culture in the past did not make open show too much, or maybe the subject matter of the scroll was concerned with other aspects of this mundane life. And many of us would feel strange to find no shadow under the presumably shining sun. Then the representation of reality in Chinese paintings is quite different from that of the West, especially in perspective, chiaroscuro, and other technical matters. It might help you to understand this if I might quote from the English essayist Charles Lamb, 1775-1834, in his Old China. He wrote about the decoration on a teapot. I had no repugnance to those little lawless azure tinctured grotesques that under the notion of men and women float about, uncircumscribed by any element in that world before perspective, a China teacup. I like to see my old friends whom distance cannot diminish, figuring up in the air, so they appear to our optics, yet to terra firma still, for so we must in courtesy interpret that speck of deeper blue, which the decorous artist to prevent absurdity has made to spring up beneath their sandals. This is how the traditional Chinese painting may appear in the eyes of a Western man of letters. We hope this reply satisfies to some extent your curiosity. With best regards, sincerely yours, Ling Po Ting, Acting Curator, Department of Painting and Calligraphy.